Mark Huizinga, judoka, maar vandaag even hockeyer, want je was hier te gast vandaag bij de Batavieren, een club voor oud-internationals, topsporters onder elkaar. Jij natuurlijk als judoka, heb jij wat met hockey? Nou, ik heb wel wat hockeywedstrijden gezien, maar alleen maar Olympische hockeywedstrijden. Dus ik heb alleen maar hockey gezien op de Olympische Spelen, daarbuiten heb ik nog nooit een andere hockeywedstrijd gezien. Dus ja, nou ja, je kan ook zeggen wel meteen de goede wedstrijden gezien. Vind je het leuk, hockey? Ik vind, ja, weet je, op de Olympische Spelen is bijna alles wordt leuk. Want het gaat echt ergens om. De ambiance is groots. Je voelt dat iedereen weet van dit is het moment dat het moet gebeuren. En dan natuurlijk met een teamsport heb je natuurlijk altijd nog dat extra oranje gevoel. Dus op de Olympische Spelen was het altijd mooi om te volgen. Ja. Het ging altijd ergens om. Voor de hockeyers is de sfeer enorm inderdaad in het grote stadion. Heb jij ook zulke belangrijke toernooien in eigen land gespeeld? Ja, ik heb wel een keer twee keer een Europees kampioenschap in eigen land gejudo'd. Een keer in Den Haag ook. En een keer in Rotterdam. In Ahoy. Ja, dat geeft wel echt wel extra kick hoor. Dus er heel veel mensen zijn. En als je dan al opkomt dat het publiek al gaat staan en juichen. En dat is echt gaaf. Winnen we de Wereldcup? Ik heb eigenlijk echt nul verstand van hockey. Maar we zijn heel goed. En we doen altijd mee om de prijzen. Dus we hebben er wel goede hoop op.